Hallo allemaal en welkom bij deze video. Mijn naam is Thomas Werkman, ik ben community manager bij Alles Over Crypto. En vandaag ga ik in deze video uitleggen hoe je crypto kunt kopen op Binance. Nou, wat we voor ons zien, we zien de hele mooie site van Binance. Uh, maar hier gaan we niet beginnen, want op dit moment is het wat lastiger om crypto te kopen op Binance door regulaties. Het direct storten van geld is wat lastiger geworden. Uh, maar we hebben een andere manier gevonden. Wij gaan namelijk crypto kopen op een andere exchange. Dit versturen we naar Binance. Dit gaan we omzetten naar dollars en hiermee kunnen we vervolgens onze crypto munten aanschaffen. Nou, wij gaan eerst naar Bitfavo. Bitvavo is een Nederlandse site. Um, hier kun je heel gemakkelijk je crypto aankopen, en daarom adviseer ik ook Bitvavo. Um, let erop, wij hebben een referral code in de beschrijving gezet in de video. Daarmee krijg je korting op Bitvavo. Uh, dit houdt in dat jouw eerste 1000 euro aan transactiekosten helemaal gratis zijn. Dus ik zou hem zeker even invoeren en meenemen. Voordat we dit kunnen doen, moeten we natuurlijk naar Bitvavo en moeten we een account aanmaken. We moeten ook onszelf verifiëren, want dit zijn regels van Bitvavo die ze vragen. Um, zodat, ja, om ervoor te zorgen dat, dat het duidelijk is, dat het klopt en dat je idee overeenkomt. Nou, je gaat naar aanmelden. Uh, vervolgens zie je staan voornaam, achternaam. Dus je voert hier gewoon je voornaam, achternaam in. Um, een e-mailadres. Kies een, uh, een veilig wachtwoord. Het is belangrijk dat je een veilig wachtwoord gebruikt. Uh, we zijn natuurlijk bezig met crypto. En het is jammer als je je crypto kwijtraakt omdat je gehackt wordt of omdat je wachtwoord niet goed genoeg is. Dus uh, kies voor een veilig wachtwoord en klik dan op registreren. Nou, welkom bij Bitfavo. Uw registratie bij Bitfavo is geslaagd. We hebben zojuist een activatie-e-mail verzonden. Bevestig via deze e-mail uw registratie zodat u deze kunt inloggen. Nou, dan ga ik even naar mijn mailbox. Oké, okay, ik ben bij mijn mailbox aangekomen en ik zie een mail van Bitfavo. Bevestig uw e-mail. Ik ga naar deze e-mail toe en ik zie een grote blauwe knop met bevestig uw e-mailadres. Ik klik hierop. En vervolgens laat Bitfavo mij zien dat mijn e-mailadres is geverifieerd. En dat ik dus bekend ben bij ze. Nou, ik op e-mailadres bevestigen. E-mailadres bevestigd. Bedankt voor het e bevestigen van uw e-mailadres. Nou, wat ik nu ga doen. Ik, ben natuurlijk, ik heb een account aangemaakt. Dus ik ga nu door naar inloggen. Nou, dan voer ik weer mijn e-mailadres in waarmee ik net mijn account heb aangemaakt. Ook voer ik mijn wachtwoord in. Oké, okay, dan heb je nog je 2FA-code. Deze hoef je niet in te vullen, dit is niet essentieel, alleen straks wel. Het is belangrijk dat als je account klaar is dat je 2FA-code aanmaakt, want dit is extra beveiliging voor je account. Het zit namelijk zo, je krijgt straks een app, een authenticator-app op je telefoon. Hiermee krijg je allemaal 2FA-codes van alle accounts die je hebt. Simpel, mensen kunnen niet inloggen zonder dat ze de code hebben, dus zonder dat ze de telefoon of de app, um, noem het maar, hebben. Dus jij gaat straks een 2 of code aanmaken. Dit is eigenlijk essentieel voor de beveiliging van je account. Alleen voor nu hoef je hem niet in te voeren, want we hebben hem innerlijk nog niet aangemaakt. Dus je klikt op inloggen. Additionele vragen. Er worden nog wat vragen aan ons gesteld voor de zekerheid. Nou, wat is uw voornaamste reden voor het openen van een Bitfavo account? Handelen? Ik vind het leuk om te handelen. Het hoeft bij jou niet zo te zijn, je kunt ook iets anders invoeren. Wat is er voor de voornaamste bron van uw vermogen? Spaargeld. Ik heb heel hard gespaard, ik heb heel veel centjes. Um, staking is heel makkelijk. Jij ja, geeft aan dat ze jouw muntje kunnen gebruiken voor het verbeteren van het netwerk vastzetten. En hiervoor krijg je extra munten. Je kunt deze um, staking elk moment beëindigen. En dan heb je je munten terug. Um, dus ik zet het er eigenlijk gewoon altijd aan, want het, ja, het is gratis crypto. En, en wie wil dat nou niet? Nou, voorkeuren ingesteld doorgaan. Oké, okay. identiteitsverificatie. Nou, het is belangrijk dat wij onze identiteit verifiëren. Dit komt namelijk door nieuwere wetgevingen rondom crypto en regulaties. Bitfavor um, we willen we weten wie we zijn, wat ons idee is. En ik ga deze met jullie doorlopen. Doorgaan. Identiteitsbewijs. Dus ik ga nu een foto uploaden. Nou, nu upload ik de voorkant van mijn idee bewijs. En ik upload natuurlijk de achterkant bevestigen. Goed, um, hier is het belangrijk. Hier willen ze graag een filmpje van je maken. En uh, hier moet je een paar dingen uitvoeren en laten zien dat jij je bent ter extra verificatie. Doorgaan, camera toegang verlenen. Oké, okay, um, het is belangrijk dat we nu ons account verifiëren. En dit doen we dus door de opdrachten te volgen. Ik moet mijn gezicht in het oval plaatsen en druk opnemen. Volgens kijken over mijn linker schouder. Spreek ieder getal duidelijk uit. 3, 0, 4. Bevestigen. Nou, dan upload je hem. Vervolgens heeft Bitfaven de documenten ontvangen en gaan ze hem even goedkeuren. Ik klik op doorgaan. Um, normaal gezien duurt dit niet zo lang en kun je best wel snel bezig op de exchange. Wees even geduldig, want um, ze zijn bezig met goedkeuren en uh, je hoort het vanzelf van Bitfaven dat het klaar is. Voordat wij crypto kunnen kopen op BitVavo, is het belangrijk dat we te goed storten. Dit kunnen we doen door naar de groene knop te gaan en te klikken op te goed storten. Um, hier kun je een bepaald bedrag overmaken met Ideal, SEPA of een andere manier van transacties doen. Doe dit even en dan gaan we verder met de volgende stap. Ik ga dit ook doen, ik maak wat geld over. En dan kunnen we bezig met het kopen van crypto op BitVavo. Ik heb zojuist geld op Bitfavo gestoord en zoals je ziet staat het er. Ik heb 50 euro gestoord. Daarmee ga ik XRP kopen en dat ga ik naar Binance sturen. Nou, het eerste wat we gaan doen is natuurlijk XRP kopen van het geld dat we hebben gestoord. Dit doen we door in op te zoeken XRP, Ripple XRP. Ga je naar kopen, klik je hier op 50 euro of het bedrag uh, waarmee jij graag crypto wil kopen. Nou, voor het gemak maak ik toch even 50 XRP ervan, zodat je ook duidelijk kunt zien um, hoe het werkt. Nou, het kost maar 56 euro. Handelskosten 12 cent. Let erop: met onze referral code heb je dus de eerste 1000 euro transactiekosten. Geen transactiekosten, dus heb je korting. Dus dan telt dit niet mee. Um, kopen. Order verwerkt. Nou, wat je nu ziet: als je kijkt in je wallet, zie je staan XRP. Nou, voordat wij onze XRP naar Binance kunnen sturen, moeten we een accountje aanmaken. Dit doen wij door naar Binance te gaan, naar Register en een account aan te maken. Nou, eerst voer je natuurlijk je accountgegevens in waarmee je het wil aanmaken, weer een veilig wachtwoord. En we hebben weer een referral code: dat is deze code. Die kun je invoeren. Uh, c i 2 nbxa a 8 Als je die code invoert, krijg je levenslange korting. 20%, 20 korting. Um, dat is natuurlijk super fijn. Dat bespaart je veel geld. Um, en het is natuurlijk te lekker om die er gewoon in te zetten. Nou, dan zet je die erin. I have read and agreed to bind terms of service. Create account. Nou, dan moet je een puzzelstukje bij de juiste plek slepen. Wat ik natuurlijk weer fout doe. <laughs> goed, nu is je goed. Oké. Okay. Krijg je in je e-mail krijg je verificatiecode. Oké, okay, zoals je ziet ben ik aangekomen in Binance. Ik heb net een account aangemaakt. Ik heb via de mail een code gekregen en daarmee heb ik mijn e-mailadres geverifieerd. Wat belangrijk is, is dat we nu ook onszelf nog even verifiëren met onze ID-kaart. Um, hier, hier zien we heel groot staan "Verify your account". Dit doen we net als bij Bitfavo, Dus hier klik je op. Vervolgens krijg je een schermpje waar je de verificatieprocedure kunt doorlopen. En hier staat, daar moet je niet even niet op letten. Verification field try again. Ik heb het net al even doorgelopen, zodat ik jullie heel goed kan vertellen wat er moet gebeuren. Um, maar hier staat nu try again, maar bij jullie staat verify. Dus je klikt op verify. Goed, dan staan er hier een paar dingen. Country of Issue, Netherlands. Government-issued. ID-kaart. Ik kies er zelf voor om een ID-kaart te gebruiken. Je kunt ook je paspoort of je rijbewijs gebruiken. Maar voor nu gebruiken we even de ID-kaart. Nou, nu is het belangrijk dat je een foto laat zien van je ID-kaart, net als bij Bitfavo. Uh, de foto moet duidelijk zijn, leesbaar uh, en ja, het moet gewoon makkelijk voor Binance zijn om te zien wat er allemaal op staat. Ik heb mijn documenten al klaar staan, dus ik upload ze even. Dan gaan we door naar de volgende stap. Goed. Binance vraagt ons nu om een selfie te uploaden. Dus je kunt je telefoon pakken, even een selfie maken. Ik heb zelf al even een selfie gemaakt, dus die upload ik ook. Wat belangrijk is bij de selfie is dat je foto duidelijk is, dat de belichting goed is, dat je een neutrale gezichtsuitdrukking hebt. Dus niet boos of te blij kijkt. Gewoon normaal. Kun je maken, kun je hem uploaden. Zoals je ziet is mijn selfie ook geüpload. Uh, Super mooie foto. <laughs> en dan gaan we naar continue. Nou, nu krijgen we een stukje facial recognition. Um, er zijn twee manieren waarop je dit kunt doen. Je kunt het doen in de app. Dan kun je de app downloaden, kun je QR-code scannen en dan kun je hem doorlopen via je telefoon. Is best handig, al helemaal als je de Binance app later wil gebruiken. Alleen ga ik voor computer. Hier rechts onderin zie je staan computer. Um, ik doe dit zodat jullie goed kunnen meekijken, want dan is het wel zo duidelijk wat jullie allemaal moeten doen. Er nou, staan hier een paar instructies. Avoid wearing hats, avoid wearing glasses, avoid using filters. Use enough lighting. Nou, dus je mag geen hoedjes, petjes, mutjes dragen en ook geen bril. En zorg ervoor dat je geen filters gebruikt. En dat er gewoon genoeg belichting is. Nou, deze omgeving is genoeg belichting. Dus het is prima. Dan ga ik naar continue. Er staan er straks wat instructies en die moet je volgen. Oké, okay, vervolgens zien we onszelf hier staan en komen er een paar opdrachten. De eerste was blink your head shake your head. Blijkbaar heb ik dat al gedaan. Blink your head, blink your eyes. Facial recognition completed. Under review. You receive an email once verification is completed. Nou, ze hebben een ontvangen. Ze gaan nu even naar kijken. Over het algemeen is het mijn ervaring met Binance dat ze best wel snel zijn met de verification. Alleen het kan natuurlijk wat langer duren. Ze zeggen zelf ook dat het 14 dagen kan duren. Um, geef het even de tijd en dan kun je verder. Ik heb zojuist een mail gekregen. Uh, Binance is geverifieerd. Dus ik kan mijn account nu gebruiken. Zoals je ziet ben ik in mijn account. Um, ik ben nu naar wallet overview gegaan. Dus hier kun je je wallet zien. Uh, wat we hier gaan doen, we gaan ons XRP-adres ophalen. Wat nu even belangrijk is: het XRP-adres is bij iedereen hetzelfde, alleen krijg je een memo. Dus we moeten de XRP-adres en de memo opzoeken. Die kunnen we dan in Bitfavo gebruiken om hier onze XRP heen te sturen. Nou, gaan we naar Fiat Spot. Search coin. XRP. En dan zie je hier staan Buy deposit. Wij gaan naar Deposit, want we willen natuurlijk onze XRP storten. Nou, select coin XRP Ripple. Het netwerk moet XRP zijn, anders ben je coins kwijt. Dus stuur het alleen naar XRP. Nou, je ziet een adres en je ziet een memo. Ik heb de memo even geblurred voor mijn eigen veiligheid, uh, maar je kunt deze gewoon kopiëren in je eigen account en dan kun je ze gebruiken. Goed. Dan gaan we eerst ons adres kopiëren en dan zoeken we in Bitfavo weer onze XRP op. En dan gaan we het opnemen. Nou, zoals je ziet, moeten we eerst een adres toevoegen waar we onze XRP heen kunnen sturen. Dus we gaan naar adres toevoegen. Nou, vervolgens zien we staan naam. Dan gaan we naar binance, XRP of we maken er iets anders moois van. Nou, het adres zoals ik hem heb gekopieerd, en vervolgens je memo. Let er even op dat het goed overheen komt, want soms kan het zijn dat het adres verschilt met het adres wat het eigenlijk is. Dit kan te maken met scammers of hackers. Um, als je het altijd even goed checkt, kan er gewoon niks misgaan en dan uh, moet het helemaal goed komen. Nou, ga je naar nou doorgaan. Oké, okay, wat nog even belangrijk is, Bitfavo wil graag verifiëren dat het adres van ons is. Uh, wat we hiervoor moeten doen is een filmpje van onze wallet maken in Binance... En dan kan Bitfavo vervolgens zien dat deze wallet en het adres ook daadwerkelijk van ons is. Dus dan klik je op doorgaan, schermopname starten. Nou, dan selecteer je gewoon het scherm waarmee je bezig bent. Ga je naar de wallet, scroll je er even doorheen, laat je het zien. Klik je op opname voltooien. Nou, dan kun je hem nog even opnieuw afspelen om te checken of het goed is, of een nieuwe opname maken. Nou, dan ik op zojuist gemaakte schermopname geeft duidelijk het toe te voegen adres weer. Klik op doorgaan. Er is zojuist een e-mail verzonden uh, waarin ik kan verifiëren dat ik dit adres wil toevoegen aan mijn adresboek. Uh, dus je gaat even naar je mailbox, je accepteert de mail en dan staat het adres erin. Ik heb zojuist de mail ontvangen. En zoals ik zie, uh, moet ik mijn adres bevestigen. Het adres klopt. De memo klopt. Dus ik ga naar bevestigen. Dan ga ik naar doorgaan, Oké, okay, nu onze XRP-adres is geverifieerd, gaan we naar Ripple, gaan we naar opnemen. Voeren we het adres in zoals we die hebben gekregen. Voeren we de memo in. Deze kunnen we gewoon kopiëren. En dan klik je op doorgaan. Nou, ik wil 50 XRP storten. Ik zet er geen opnamekosten aan, want XRP is goedkoop qua transacties. Ga ik naar doorgaan. Nou, moet ik mijn 2FA weer even invoeren en dan gaan we het storten naar Binance. Als opnameverzoek is geplaatst, dus het wordt nu gestort. Nou, in het overzichtje waar we net stonden, zie ik dat onze XRP inmiddels is aangekomen. 50 XRP. Um, dus wat we gaan doen, omdat het in onze wallet staat, gaan we het omzetten, verkopen voor USDT. USDT is een stablecoin. Die kunnen we praktisch zien gewoon gebruiken voor bijna alle crypto's. De meeste crypto's kun je daarmee kopen. Um, dus het maakt het gewoon heel gemakkelijk om daar crypto mee te kopen. Nou, we hebben geld op ons Binance account staan. Dus we gaan hier weer naar onze fiat- spot-wallet. Dan zien we hier staan XRP. En dan gaan we naar trade. En dan zie je allemaal trading pairs. Dan ga je naar onder. Dan staat de XRP USDT. Die moeten wij hebben. Dan nou, krijg je een heel mooi overzichtje. Wat belangrijk is, we gaan hier naar market. En we gaan niet naar buy XRP, we gaan naar sell XRP. Want we willen het verkopen. Nou, we hier gaan we doen, we zien dat we 50 XRP hebben. Dus we zetten hem gewoon op 100%. Nou, marketprijs houdt in dat hij voor de marktprijs van dit moment direct wordt verkocht. Uh, dat is wel zo makkelijk en dan zijn we hem gelijk kwijt. Dus we gaan naar sell XRP. Nou, market sell order failed. En vervolgens hebben wij onze USDT. En als ik naar mijn wallet ga, naar overview. Dan zie ik hier staan dat de USDT is bijgekomen. Ga ik hier naar deposit. Oh, even kijken. Ga ik naar show balance. En dan zie ik hier staan 51.9 dollar. Nou, zoals ik zei, staat onze USDT in onze wallet 51.9 USDT. Dus het zijn 51.9 dollars. En daarmee gaan we straks handelen. De coin die we vandaag willen kopen is Solana, SOL. Wat je hiervoor moet doen, dan ga je naar trades en naar classic. We hebben onze USDT's ready staan. Dus hiermee moet het helemaal lukken. Nou, wat je vervolgens hier ziet, is dat er allemaal trading pairs zijn. We moeten het juiste trading pair zoeken, handelsper ook wel genoemd. Dus hier in de zoekpak zoek je naar Sol. Dan zie je allemaal opties: Sol, BTC, Sol, USDT, BUSD. Uh, handelsparen houden in dat je hier je Sol kunt verkopen voor BTC, maar ook uh, met jouw BTC Solana kan kopen. Nou, hier houdt het in dat je Solana kunt verkopen voor USDT, maar ook. Met USDT Solana kunt kopen. Nou, we hebben natuurlijk net USDT's omgereld. Dus wij willen Solana kopen met USDT. Doen we hetzelfde als net. Gaan we weer naar Market. En dit keer willen we het natuurlijk kopen. Wij willen het kopen voor onze volledige wallet. Dat is 51.9 uh, USDT. Hier kopen we 0.3 Solana voor. Klikken we op Buy Sol. En dan hebben we het gekocht. Nou, om dubbel te checken of het is gelukt. Gaan we nog even naar Overview. Gaan we weer terug naar onze wallet. En dan zien we hier dat onze Solana is aangekomen. Onze USDT's zijn ingeruild. En we hebben nu voor 50 dollar aan Solana. Nou, met deze is het gelukt. Ik wil je hartstikke feliciteren met je Solana. Uh, bedankt voor het kijken van deze video. Ik wens je nog een hele fijne dag. Um, zet vooral in de comments wat je ervan vindt. Laat een like achter en subscribe op ons kanaal. En als je vragen hebt stuur gerust een mailtje. Of ja, deel het even in de comments onderaan de video. Dan wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. E